Het is mooi wonen in Nijmegen, maar als u krap bij kas zit, kunt u beter naar de hoofdstad verhuizen. In 2017 betaalt u voor een woning van 200.000 euro in Nijmegen meer onroerend zaakbelasting dan voor een woning van 1 miljoen euro in Amsterdam. De hoofdstad heeft volgend jaar het laagste OZB-tarief van alle gemeentes in Nederland. En Nijmegen is de duurste gemeente. Ter vergelijking, voor een woning van 300.000 euro betaalt u in Nijmegen 800 euro onroerend zaakbelasting. In Amsterdam is dat slechts 147 euro. Ook in de gemeentes rondom Nijmegen liggen de tarieven veel hoger dan in de hoofdstad en ver boven het gemiddelde. Het is vandaag precies 116 jaar geleden dat de Nijmegen-Eendracht-combinatie het levenslicht zag. De club, beter bekend als NEC, ontstond in 1900 uit een fusie van voetbalclub Eendracht en NVV Nijmegen. Voetbal, toen nog een sport voor de elite, werd hiermee toegankelijker gemaakt voor de Nijmeegse arbeiders en het gewone volk. De geschiedenis van de Nijmeegse voetbalclub kent hoge pieken en diepe dalen. Een van die hoogtepunten was in 2008, toen de ploeg onder leiding van Mario Been deel mocht nemen aan de Europa League en het schopte tot de derde ronde. En wat betreft het komend jaar, weer trekken wij ten strijde voor rood, zwart en groen. De horeca in Nijmegen en omstreken is volop in beweging. Maandagavond werd het terras van Vlaams Arsenaal al uitgeroepen tot het beste van Nijmegen. Dinsdag weer bekend dat restaurant Lyman Malde een Bib Gourmand in ontvangst mag nemen. Deze prijs is een waardering voor restaurants die een drie gangen menu serveren voor maximaal €37,50. Lyman Malde krijgt de prijs voor het eerst. In Nijmegen, Beek en Bergendal zijn verschillende andere restaurants waar je eerder al voor een klein bedrag een kwalitatief hoogstaande drie gangen maaltijd kunt eten.